Ik ben Dylan en in deze video ga ik het hebben over de Eufy Cam 3. Een slimme en draadloze beveiligingscamera die alle beelden lokaal opslaat en verwerkt. Dit betekent dus dat er helemaal geen beelden naar een server worden gestuurd, zodat niet alleen maar je huis beveiligd wordt, maar ook je beelden beschermd worden. En omdat alles lokaal gebeurt, heb je dus ook nog eens geen maandelijkse of abonnementskosten. De Eufy Cam is, zoals de naam het al zegt, de opvolger van de populaire Eufy Cam 2 en hij heeft een aantal hele interessante, maar ook zeker nieuwe vette dingen aan boord. Zodra je de camera, die overigens een stuk kleiner is geworden, uit de doos haalt, valt je namelijk meteen op dat hij ingebouwde zonnepanelen heeft. Zoals ik net al zei, is het dus een draadloze beveiligingscamera die met de ingebouwde accu van 13.400 mAh bij normaal gebruik ongeveer een jaar zou moeten meegaan. Maar hij heeft dus een ingebouwd zonnepaneel. Mits hij dus 2 uur per dag ongeveer wordt blootgesteld aan zonlicht, zou die dus gewoon onbeperkt gebruikt kunnen worden, omdat hij zichzelf kan opladen. Nou, het is dus ideaal voor plekken buitenshuis waar je lastig bij het stroom kwam, en zeker in combinatie met de IP67 certificering. Maar mocht je dat nou wel willen, dan zit er ook aan de achterkant een USB-C poort, zodat je hem altijd nog bedraad op het stroomnet zou kunnen aansluiten. Maar doe je dat niet, dan heb je dus een volledig draadloze, slimme beveiligingscamera. Een andere grote verbetering is de resolutie, want hij heeft een 4K beeldresolutie met een camera die ook in beeldkwaliteit verbeterd is. Dit betekent dat de beelden die hij maakt gewoon veel gedetailleerder zijn, wat belangrijk zou kunnen zijn op het moment dat deze beelden moeten gebruikt worden voor opsporing, als er bijvoorbeeld is ingebroken. Uiteraard beschikt de camera ook over infrarood, zodat je ook 's nachts goed kunt zien wat er aan de hand is. Maar tegenwoordig heeft hij ook een ingebouwde schijnwerper en zo heb je 's nachts ook kleurenbeeld. Daarnaast heeft hij ook een ingebouwde microfoon en een speaker, zodat je niet alleen maar kunt zien, maar ook kunt horen wat er aan de hand is. Misschien wel een van de belangrijkste aspecten van de Eufy Cam 3 is dat er helemaal geen abonnementskosten zijn. Dit komt namelijk omdat alle beelden lokaal worden opgeslagen en ook lokaal worden verwerkt in geval van het gebruik van de slimme functionaliteiten. En dat doet hij allemaal in de Homebase. De Homebase 3 is namelijk echt het kloppende hart van je Eufy beveiligingssysteem. Hij heeft een AI aan boord die ze Bionic Mind noemen. En die zorgt ervoor dat je camera's kunnen worden uitgebreid met allerlei slimme functionaliteiten. Zoals bijvoorbeeld gezichtsherkenning, waarmee die echt het verschil kan zien tussen mensen die je kent. Zoals buren, vrienden en familie en vreemden. Zodat je niet een onnodige paniekmelding krijgt op het moment dat je schoonmoeder een keer voor de deur staat. Daarnaast is hij ook nog eens zelflerend. En dat betekent dat hij steeds nauwkeuriger gezichten kan gaan herkennen. Tot al 99% nauwkeurigheid volgens Eufy zelf. En kan hij uiteraard verschil zien tussen dieren, auto's en objecten om te kijken of het boeiend genoeg is om jou hier een melding van te sturen of niet. Daarnaast is hij zelfs zo slim dat hij verschil kan zien in lichaamsposities en zelfs menselijk gedrag, zodat hij zelf het verschil kan zien tussen mensen die gewoon langslopen of iemand die echt probeert over je hek te klimmen. Al deze beelden worden dus lokaal opgeslagen en geanalyseerd op de Homebase zelf en worden dus niet voor analyse verstuurd naar een externe server, wat veel mensen belangrijk vinden voor de privacy. Daarnaast benadrukken ze zelf ook nog eens extra dat deze beelden versleuteld worden opgeslagen en dat is natuurlijk belangrijk in het geval dat de Homebase zelf een keer gestolen zou worden. Om al je beelden op te slaan heeft de Homebase 3 16 giga intern geheugen en dat is bij normaal gebruik ongeveer genoeg voor 3 maanden aan beeldopslag en zien we aan de achterkant ook een USB poort om het geheugen extern uit te breiden. Maar we zien nog iets vet wat we niet vaak tegenkomen, namelijk een SATA interface. Hiermee heb je de mogelijkheid om intern je geheugen uit te breiden met een harde schijf of een SSD, zodat je zelf kan bepalen hoeveel intern geheugen je nodig hebt. En moet ik er wel bij zeggen dat 1 terabyte eigenlijk al genoeg is voor jaren videoopslag. Wat ik zelf ook echt heel erg vet vind, is dat Eufy heeft aangekondigd dat de functionaliteit van de Homebase kan worden uitgebreid naar andere modellen of zelfs oudere modellen uit het Eufy systeem. Dit betekent dus dat je oude deurbel van Eufy een soort van gratis upgrade kan krijgen en ook gebruik kan maken van die gezichts- en objectherkenning, omdat die beelden natuurlijk op de Homebase worden geanalyseerd. En dat vind ik zelf echt heel erg vet en het scheelt natuurlijk dat je niet meteen een nieuwe camera of deurbel hoeft aan te schaffen. Als laatste kan je de camera's natuurlijk ook koppelen met verschillende smart platformen zoals Google Assistant of Amazon Alexa, maar zien we wel het ontbreken van de HomeKit koppeling of het nieuwe Matter platform, alhoewel dat laatste niet zo heel raar is, want dat wordt aan de kant van Matter nog heel erg geblokkeerd, want die laten op dit moment nog geen IP-camera's toe. Al met al vind ik het zelf echt een heel vet systeem en de combinatie van lokale opslag, de lokale analyse, de versleutelde beelden en ook het ontbreken van abonnementskosten zal het voor veel mensen een aantrekkelijke combinatie maken om toch eens naar Eufy te gaan kijken. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Heb je nou nog vragen of opmerkingen? Zet ze dan zeker even in de comments en dan proberen wij er zo goed mogelijk voor je op terug te komen. En anders zie ik je bij de volgende video weer terug. Doei!